De burger heeft geen idee hoeveel hij moet gaan betalen aan het klimaatbeleid en heeft ook niet het gevoel voldoende zeggenschap te hebben in deze kwestie. De Telegraaf liet een representatieve enquête uitvoeren. Ik ga het erover hebben met Edwin Timmer. Hij is verslaggever Klimaat en Milieu van de Telegraaf. Goedemiddag, Edwin. Ja, goedemiddag. Wat waren wat jou betreft de belangrijkste bevindingen van marktonderzoeksbureau Ipsos die enquête heeft gehouden? Nou, je noemde er al een paar, hè. Maar eigenlijk is toch wel gewoon het belangrijkste dat ja, de burger vindt dat het eigenlijk allemaal een beetje over zijn hoofd heen gaat. Veel mensen hebben toch het idee dat ze niet gehoord worden. En ja, zeker dat bij het formuleren, hè, van al die maatregelen om ja, op de een of andere manier Nederland minder CO2 te laten uitstoten, ja, dat ze daarbij een beetje aan de zijlijn staan. En daarnaast is men natuurlijk ook nog ja, behoorlijk bezorgd over de vraag van houdt de politiek in Den Haag wel voldoende rekening met de financiële effecten van die maatregelen voor mijn eigen portemonnee. En wat ik als derde misschien toch ook een hele bijzondere vond. Kijk, in Den Haag gaan er behoorlijk wat stemmen op vaak van laat Nederland nou een gidsland zijn als het gaat om de wereldwijde klimaataanpak. Ja, daarvan zeggen toch, daarvan zijn er meer mensen in Nederland die denken van nou laten we dat dan gewoon niet doen. Dan dat er voorstanders van zijn. De klimaattafels zouden wel representatief zijn, maar dat waren ze dus niet. Ja, kijk, de klimaattafels zijn natuurlijk door het ministerie van Economische Zaken opgezet. Ja, om met het idee van oké, laten we er nou met zoveel mogelijk groepen aan tafel gaan zitten. Niet alleen natuurlijk om de kennis hè, die veel van die groepen meebrengen, maar ook van ja, toch om het beeld te scheppen, ja, dat het toch dat iedereen, of tenminste dat heel veel groepen mogen meepraten. En dat is natuurlijk gebeurd. Ik denk dat heel veel groepen daar een zegje hebben mogen doen. Alleen ja, voor burgers is dat toch nog steeds te ver weg geweest. Kernenergie, daar zouden burgers ook voor voelen. Dat vond ik wel opmerkelijk. Ja, dat is het ook. Want dat is natuurlijk na de, maar goed, we hebben het alweer over de vorige eeuw, de Tsjernobyl-ramp, is dat natuurlijk heel lang toch heel erg gevoelig geweest, een taboe. Maar ja, in Japan hadden we ook een drama nog niet zo heel lang geleden. Exact, dat klopt. Ja, maar toch, hè, ik denk dat die hele discussie over klimaat en op welke manier kun je dan toch op een schodere manier energie opwekken. Ja, daarin is kernenergie toch absoluut wel een optie. En ja, we weten toch ook wel dat Frankrijk, ja, daar draaien kerncentrales uitstekend. En die zorgen er zelfs voor dat Frankrijk een veel lagere CO2-uitstoot heeft dan bijvoorbeeld Duitsland. Ik denk dat langzamerhand men, of tenminste, dat blijkt uit die enquête, ja, zijn er toch heel veel mensen die zeggen van nou, volgens mij moeten we daar toch ook op inzetten. Ja, premier Rutte stelt ons wel gerust. Die zegt, we hebben alle tijd, dus ook tijd om de plannen die er liggen te overwegen. Want er zijn nog geen besluiten genomen. Dit zijn concepten, dit zijn maar ideeën waar we ons dan weliswaar achter hebben geschaard. En die kosten zijn ook nog niet echt doorberekend. Maar de rechter wil door de agendazaak dat Nederland zich aan die klimaatdoelstellingen houdt. Is dit eigenlijk deze enquête misschien een steuntje in de rug voor Rutte? Ja, voor wie? Voor Rutte of voor de agenda? Nou ja, kijk, de rechter heeft dit opgelegd. En ja, je zou kunnen zeggen, al dan niet voert daarmee de politiek, of dwingt daarmee de politiek om er haast mee te maken. Ja, dat is natuurlijk zo. Aan de andere kant, dat loopt natuurlijk nog steeds. Volgens mij heeft men in Den Haag nog steeds de hoop op de een of andere manier dat men voor de rechter alsnog een keer het gelijk wel gaat halen. Maar wat ik wel bijzonder vond aan die uitspraak van Rutte is dat hij het eigenlijk ook een beetje omdraait. Hè. Ik bedoel, in eerste instantie zijn dus die klimaattafels wel degelijk vanuit het ministerie neergezet. Oké, jongens, als we het op die manier organiseren, dan is er wel het idee van draagvlak. Ja, nu dat de gevoel dus niet bestaat, hè, dus uit die enquête blijkt van ja, dat is absoluut niet het geval. Ja, nu doet de premier ineens alsof er nog wel tijd is en alsof dat gesprek met de burger dat nog wel komt de komende weken. Ik denk dat het zeker het geval is, maar ik denk dat ja, dat zal wel moeten. Hè. Wil je hier samen met de politiek of wil je de burger meekrijgen in zoveel bijzondere maatregelen, ja, dan zal het toch meer uitgelegd moeten worden. En hoe zie jij dat voor je? Als je kijkt naar wat er hier dan uit is gekomen en waar de politiek dan nu staat, wat zou er wat jou betreft moeten gebeuren?
Nou ja, laten we eens kijken naar wat er uit de komende verkiezingen komt, hè, voor de Provinciale Staten. Want ja, veel mensen, dat blijkt ook uit de enquête die we hebben laten doen, ja, die vinden toch klimaat zo belangrijk dat ze ook daar hun stem enigszins van laten afhangen. Wat ik denk wat vooral belangrijk is, dat een aantal partijen toch ook eens eventjes moeten gaan kijken, ja, wat wil hun eigen achterban nou echt? Kijk, als je bijvoorbeeld bij GroenLinks kijkt, de steun voor kernenergie is echt heel breed. Hè? Dat is niet alleen de rechterflank van de politiek. En de leiders van partijen zoals van D66 en van GroenLinks, die hadden tot nu toe, doen ze steeds alsof dit nog steeds een taboe is in Nederland. Ja, dat is dus zelfs voor hun eigen achterban, is het dat niet meer. En ja, ik denk dat als deze politici misschien beter naar hun eigen mensen en hun eigen kiezers gaan luisteren, ja, dan komen we misschien al een stukje verder.